Hi, mijn naam is Mark van Gierlimmens en we zijn hier in het mooie Montafon. We hebben heel veel ski-reviews gedaan met Stijn van Os, ervaren skier, ervaren reviewer, maar ook nog eens ambassadeur van Bergens of Norway. Ik vond jouw pak wel heel erg mooi. Ik dacht, dit is een leuke gelegenheid om heel even daarover te hebben. Dit is een pak uit de Stranda collectie. Dit is een lijn die is gemaakt voor de wintersport, voor het skiën. Duurzame collectie. Ja, het is een hele duurzame collectie. De buitenlaag is 100% gerecycled polyester. En daar werken we samen met Spindai. Spindai is een bedrijf die ontwikkelen en die kleuren de draad eigenlijk vanaf de bron. Je moet eigenlijk zo zien dat gerecyclede transparante polyesterkorrels, die worden vermengd met een kleurstof. En eigenlijk vanaf dat moment eigenlijk tot draad gesponnen. Vanuit die draad heb je een absolute kleurechtheid. Met die draad kun je ook andere op een andere manier weven. Dus je kan er een jas van maken, maar we kunnen er ook een rugzak van maken in exact dezelfde kleur. Dus we hoeven minder kleuren aan te maken. Het scheelt een enorme bak aan water en energie. Daarin is sustainability op een hoog niveau doorgevoerd. Als je dan kijkt naar de ritssluitingen, de runners van de rits. Voorheen hadden we daar ook een lak over zitten. Nou, lak is dan eigenlijk ook weer schadelijk. Dit zijn gewoon neutrale runners, dus daar is het ook in doorgevoerd. Dit is een pruimenlok gepest. Dat is gevoerd? Ja, maar we hebben hem ook met dons, midlayers. Maar dat is 100% gerecyclede down. Er wordt veel nadruk gelegd op... Of dat herbruik eigenlijk. Een herbruik, hè? Hoe kunnen we onze footprint zo laag mogelijk houden. En hoe doet hij het? Uiteindelijk moet het ook een functioneel goed presterend pak zijn. Ja. Daar ben je misschien niet helemaal objectief als ambassadeur van het merk. Hij geeft onwijs lekkere bewegingsvrijheid. In de ski review filmpjes zie je me skiën met een helm op. Waarbij je soms niet eens de helm ziet. Hè. Door slechte weer heb ik de capuchon op. Een enorm bewegend vermogen. Zonder dat je je bril aanslaat. En dat is in het verleden natuurlijk ook wel eens anders geweest met capuchons die niet pasten. De borstzak, heel fijn om ergens makkelijk bij te kunnen. En heb je het warm, gooi je hem open en heb je toch wel het ademend vermogen. Dus één kleur, geen extreme poespas eraan. Nou, je weet Noorwegen, het land van de vikingen en de anoraks. Er zijn veel mensen die het vaak koud hebben en een aangenaam gevoel willen hebben. Heel blij dat we weer een anorak in de collectie hebben. Echt Scandinavisch. Ik hou van anorakken. Hartstikke mooi. Nou, dankjewel man.